Yes, what up? Het is je boy QC. En natuurlijk je boy, Nessim. Ik blijf stuk harder dan je boy. In ieder geval, we zijn hier weer bij de Rad van Supergaande. En we hebben vandaag wel een special guest. Een hele grote guest. Een hele grote guest. Hij is big man. Hij is big. En hij is gespierd. Gespierd. En als je gespierd bent, dan ben je? Massief. Massief. No. En als je massief bent, dan kan je ook denken van, hé, misschien moet ik mezelf zo gewoon noemen. Of dit duurt te lang. Dit kan ook. Dames en heren, massief in Rad van Supergaande. We zijn er. Hoe gaat het, bro? Gaat lekker, man. Gaat goed? Ja, toch sowieso. Ken je het concept een beetje? Ik heb wat gezien op YouTube alleen, dat is het enige. Man. Je bent wel een van de weinige rappers, zeg maar, die dit aandurft. Ja, is dat zo? Ja, man. Veel rappers die... Je hebt me dus gewoon echt erin gelegd, eigenlijk. Je bent erg, man. Je hebt me gewoon erin gelegd. Ja. We hebben je gewoon... Nee, maar het is gewoon... We zien een leuke kant van je. Kan ook een mindere leuke kant zijn. Ja, het is maar net hoe je het ziet. Ja. Maar wel super tof dat je er bent. Ja, man. Ik ben het vergt moed. Ja. Goed. Massief. Je mag draaien. Kijk, maar... ik weet wel, je bent een beetje sterk. Dus doe alsjeblieft rustig. Ja, man. En de eerste draai mag gebeuren. Laten we beginnen dan. Ja, dat is een goede draai. Dat is een mooie draai. Even kijken waar die op komt. Oké. Een beetje een emotionele vraag. Emotionele vraag, ja. Wat is de reden van je laatste breuk? Dus qua relatie. Mijn laatste breuk? En niet omdat je er echt gebroken hebt of zo. Fysiek. Nee, mijn laatste breuk. Ja, een mattie van me, man. Met geld, man, weet je, man. Het komt erop neer, hij heeft je genijd met geld. Ja, maar mijn doeken klopte niet met tellen en zo, weet je toch? Oké. Ja. En hoeveel geld ging het, zeg maar? Of... Niet op veel, man, niet veel. Gewoon barkies. Barkies. Maar het is gewoon principe. Principe, precies, juist dat, man. Oké, okay, ja, jullie zijn niet meer bevriend nu? Nee, maar dat sowieso niet, man. Maar je hebt wel even opgetild, gewoon. Ja, ik heb hem wel even laten weten, weet je toch, kan niet. Even de kofferbak. Begon daar de kofferbak challenge ook? Nee, maar eigenlijk niet, man. Begon op vliegveld op KLM. Oké, lekker. Nou goed, ik denk dat hij misschien spijt heeft dat hij een vriend is kwijtgeraakt. Die weet. Sowieso, man. Sowieso. Je mag weer draaien. Let's go. Ik ben benieuwd. Het valt mee, toch? Het valt mee. Ik hoop dat je op deze komt, man. Het valt mee. Oké. Wat is het grootste geldbedrag dat je hebt verdiend met één klus? €20.000, man. Ja, bro. Kijk, ik zit even te denken, wat voor klus zou het zijn? Maar dat kan ik niet zeggen. Nee. En dat ga ik ook niet zeggen hier. Ik ga me er niet in laten leggen. Want de andere mensen die komen hier. En die doen YouTube bijvoorbeeld. Campagnes. Ik ga me er niet in laten. Kunnen we zeggen dat het was een soort campagne? Het was een campagne. Ja. Maar het is wel een goede campagne. Ja, zeker. Dat is een gulle klant. Was lekker, man. Nice, man. En mag ik weer vragen, wat heb je met het geld gedaan? Met het geld? Ik heb nog steeds wat gestekt ervan. Okay. Ik wil toch gewoon investeren. Ik wil een beetje sparen. Ja. Ook wel leuk dat je leuke tassen zo gehad hebt. Dat wel. Maar dat is niet van dat. €20.000, man. Dat is een mooi bedrag, man. Dat is een mooie... Nou goed, je mag weer draaien aan het rad. Let's go. Hij moet even hierop komen, man. Oeh, ja, dat is je moet er niet draaien. Ja. Dit wil ik wel weten. Goed, maar jij duwt hem nog, hè? Ik was een stofje hier, ik wil hem even schoonmaken. Vraag me niet waarom ik dit wil weten, maar ergens wil ik het toch weten. En dat is, hoe kreun jij tijdens seks? Wil je dit echt weten? Maar ja, ik hoop niet dat het zeg maar... Nee, man. Dat hoop ik niet, zeg. Ik grom meestal, man. We kreunen niet, ik grom. Ik grom. Ja, dus... Ja, man. Als het goed is wel, man. Oké. Zijn vrouwen vaak bang van jou? Meestal wel in het begin, man. Ja? Ja. En hoe probeer je dat soort van... Hoe probeer je ze gerust te stellen? Gerust te stellen? Gewoon een beetje rustig praten. Ze zeggen meestal als ik al praat, zeggen ze al van... Oh shit, man. Je weet toch, je praat wel lief en zo. Ja. Ze denken meestal dat ik net als... Weet toch, ik rap boos, toch? Yeah. Dus ze denken meestal dat ik ook zo praat. Hey, kom, duwen, hier, trekken. Ja, als er komt moet je betalen. Ja, nee, maar dat denken ze vaak. Maar weet toch, ik ben gewoon een rustige guy. Maar ik denk, kijk, je hebt dus wel eens seks met vrouwen. Ja. Maar ik denk dat ze niet allemaal even groot als jou zijn, ik denk. Hè? Je hebt ook wel eens een vrouw ertussen van misschien 1,60 meter. Klopt. Zeg ze dan niet terwijl je bezig bent van, ik iets rustiger of zo? Ja, dat hoor ik vaak. Dat hoor ik vaak, man. Maar volgens mij gooi jij ze echt door heel de kamer heen. Dat hoor ik echt vaak, maar dat is fucked up. Ja. Heb je ook wel eens grote vrouwen? Grote vrouwen? Ja, wel eens, maar niet te groot, man. Ze moeten niet groter zijn dan Hoe lang ben jij?
Ik ben 2 meter, man. Jezus. 1,80. En wat is max? 1,80. 1,80. Niet langer, man. Oké. Langer is geen Michael Jordan, zeg maar. Sowieso, man. Sick, man. Oké, nou goed. Je mag weer... Ja, maar eigenlijk... We hebben het geluid nog niet echt gehoord. Daar gaat het om. Bro, we waren aan het draaien, man. Ja. We gaan een geluidje, bro. Dat is normaal, bro. Moet ik het hiervoor gaan? Dat is raar, toch? Dat is raar, man. Ja. Ja. Zo, maar ik word een beetje bang van hem. Zo, gewoon draaien. We gaan draaien. Bro. Ik ga het nog even steken. Ja, oké. Welke BN'er mag jij niet? BN'er, rapper, YouTuber. Internationaal mag ook. Die Duitser. Dat is geen BN'er trouwens. Die Duitser, Armo. Armo? Ja, man. Hij is Amerikaan geworden. Ja, hij heeft zijn papieren gehad, alles. Make America great again. Ja, man. Klopt, maar hij. En die een, dat nieuwe, meisje, Fabiola of zo. Oh, Fabiola? Ja, maar ze kan goed rappen, man. Ja? Ja. Talentje. Zou je haar tekenen als je een label had? Never, nooit, bro. Of je moet busy zijn. Ja, oké. Okay. Okay. Ja, hij zou er wel wat voor kunnen maken. Busy kan van alles iets maken. Dat is ook een talent. Ik vraag me alleen af of het wel slim is dat je iets over Armo hebt gezegd. Wat dan? Ja, ja, je moet toch een beetje oppassen. Nobody can touch his click en zo. Dus ja, je weet niet waar je mee speelt op dit moment. Met welke klik zit hij nu dan? Ja, ik weet niet waar hij zit. Amerikaanse klik, man. Hij is gek, man. Ja, man. Ja. Het is gewoon dat het is een kwestie van tijd dat hun ook gaan beseffen van, deze man is echt gek. Ja. Soulja Boy gaat het binnenkort ook. Hij is zelf ook gek, Soulja Boy, maar hij gaat binnenkort ook denken, deze man is echt gek. Ja, ja, ja. Goed, je mag weer draaien. Let's go. Zo. So. Ja. Ja. Wat is jouw duurste aankoop van afgelopen jaar? Ja, het winkeltje in Afrika. Oké, okay, het winkeltje in Afrika? Ja. En hoe, leg even uit, hoe... Mijn oom is klerennaaier. Ja? En ik heb daar iets voor hem gekocht, zeg maar. Nee joh. Ja. Oh, dat is dope, man. Ja. Dat is echt dope. Ja, maar hij is wel een investeerder, hoor. Ik heb wel eens gesproken en zo. En hij doet wel gewoon wat business en zo met... Oké, okay, ja, maar waar kom je vandaan in Afrika? Senegal, man. In Senegal. Ja, man. En je probeert van daar dan te investeren in... Ja, tuurlijk. Dat hun ook wat hebben. Want je kan elke keer geld sturen, maar ja, bro, weet je toch? Ja. Ik en Massief zijn ook familie eigenlijk. Ver weg. Ja? Ja, maar mijn vader kwam uit Cafedië, maar die is geboren in Senegal. Dus er is een mogelijkheid dat wij familie zijn. En vandaar, familie heeft altijd je rug. Dus als ik problemen heb, dan... Kan je maar bellen, man. Kan ik Massief bellen. Zeker. En als ik problemen heb, dan... Ik kan ook bellen, man. Oh, ook wel. In welk land kom je trouwens? Turkije en Irak. Oh, heb je in principe niks mee te maken, maar goed. Kijk maar of je opneemt. Goed. Je mag weer draaien. En je hebt het graag gezien. Weet je wat, we gunnen hem. Doe maar. Yes. Maar dat betekent dat je nu nog een keer mag draaien en dan die vraag gaan wij beantwoorden. Ah, shit, man. Ja? Ik mag het zelf even zinnen. Ja, draai even! Als dat moet man. Draaien, man. Dan, hoezo? Draai als man! Nee, maar geloof me, dit is niet de leukste vraag die je wil stellen aan ons. Niet, kaka? Weet je wat? Jij bent Massief en anders bedreig je ons. Kies er maar eentje. Mag ik gewoon eentje kiezen? Ja. Wee, yo. We zijn wel echt heel gul dit seizoen. Ja, jongen. Jij toch? Even kijken. Wat is jullie ultieme seksfantasie? Oké. Okay. Ik denk... En alsjeblieft niet iedereen gelijk nu je droom in zijn hoofd. Op een onbewoond eiland, met mijn vrouw, en gewoon uitzicht buiten, op het strand. Ja man, dat lijkt me gezellig. Beetje wind en zo, langs mijn kont. Beetje mijn kont uit, zo. Ja. Dat is hem. Dat is mijn seks. Op een onbewoond eiland. Ja, gewoon, weet je, met de zee en zo. Ik vind wel echt dat je een kutfantasie hebt. Ja, man. Dat is eigenlijk... ik ben getrouwd, man. Dat is gewoon een romantische, leuke fantasie met mijn vrouw. Het lijkt mij wel een keer... Wat mij wel tof lijkt, is om seks met mijn vrouw te hebben in een vliegtuig, man. Dat lijkt me wel spannend. In een vliegtuig? Met iedereen erbij? Nee! Kom even mee naar wc en zo. Welke soort seksfantasie vind je beter? Ik, hè? Ja, onbewoond eiland of... in een vliegtuig? 5 bitches. 5 bitches. Maar op een onbewoond eiland of in een vliegtuig dan? Man, je bent waar, man. In een schuurgarage box, 5 bitches. Big booty bitches. Ja, dat is een goede fantasie. Als wij deze fantasie nu zouden noemen, dan hebben we ruzie vanavond. Hebben jullie allemaal ruzie vanavond? Ja, man, ik snap het, man. Nou, je mag nog één keer draaien. Ja, nee, laat mij even voor jou draaien. Je gaat weer op een rare stappen. Toevallig, hij stopt hier. Zo, dat is toevallig. Ongelooflijk. Ja. Heb je wel eens een naaktfoto gestuurd?
Ja, maar past het er niet op. Ja? Maar je hebt hem wel gemaakt? Ik heb hem gemaakt, maar past het er niet op toch? Nee. Ja, naaktfoto, maar dat heb je dan naar een meid gestuurd. Ja, bro, tuurlijk. Ik ga toch niet naar een jongen? Hè? Nee, nee, dat snap ik, maar... Wat, ja, schrok ze er dan van? Of, Hoe is er, zeg maar, wat is hun reactie? Ja, ze vinden het gewoon mooi toch? Ze zeggen, ja? Hij ziet er mooi uit. Ze zijn positief. Positief. Heeft hij ook een naam? Of, ja, dat is aan de vraag. Of, geef je ook een naam eraan? Ja. Hij wil ook graag weten wat de naam is. Wil je het echt weten? Ja. King Kong. King Kong, man. Ik had ook niks anders van was. Ik had niks anders van. Ik heb trouwens ook een keer gehad dat een vrouw een foto van mij ding ging maken. Ja? Goed, ze zei van, wow, is zo big. Maar ze was wel bij de hoeren in Duitsland natuurlijk. Dus was niet... ik heb allemaal kleine matties toch, ik ben groot. Dus we lopen langs die hoeren. Maar mij roepen ze nooit. Ja. Ze roepen alleen die kleine matties van mij. Hé, jongens, kom, weet je toch? Ze zijn bang voor jou. Want, ja, ze denken van, hey, als ik met hem moet, is het toch? Ja, gaat even doodmaken. Ja. Dus zeg maar een blessing en een curse tegelijk. Dat is ongelooflijk. Dat is wel zo. Hè? Goed, misschien ermee, moet je ooit proberen een boomerang te maken. Dat is wel een creatief iets. Wat? Dat je gewoon zo, dat je hem slingert, zeg maar. En dan komt hij weer terug. Zo. Ja, een leuke boemerang. Oh, voor de vrouw. Gek. Je bent gek. Man. Oh, wat slecht. Ja. Goed, Massief, dat was hem. Ja, toch? Je hebt het overleefd, man. Gelukkig. Het viel mee. Het viel mee, het viel mee. Toch? Dat is erg. Bro, ik zeg je eerlijk, er waren een paar ergere vragen die we hadden kunnen stellen. Ja. Ja. Maar we hebben het niet gedaan. We hebben het niet gedaan, man. We durven het ook ergens niet. Nee, klopt. Verstandig. Goed, jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Wil jij Massief nou volgen? Dat kan, check hem even op Instagram. En je kan ons ook gewoon volgen. Ja, volg ons op YouTube. The Road to 1 Million, daar zijn we mee bezig. Voor het eind van het jaar moeten we het halen. Dus volg ons daar. Volg Nesim op zijn persoonlijke account. Volg mij op mijn persoonlijke account. En doe gewoon wat je wilt. Zet een commentje achter. Gewoon iets leuks. In ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!